Ja, Ben, dat is een hele leuke start. Hoe lang zijn we bezig? Nog geen 10 minuten, denk ik. Nee. En ik heb hier een hele mooie knoop. Een hele mooie knoop. Een hele mooie knoop en er staan twee mannetjes op. Ja. Ja, weet je, kijk, je hoopt dat het is. Ik vind het Romeinsachtig, maar natuurlijk is het niet. Waarschijnlijk. Nou ja, natuurlijk, je weet het niet, maar ik vind het er een beetje Romeinsachtig uitzien. Gewoon qua wat erop staat. Ja, je ziet echt een paar karakters erop staan, inderdaad. Ja. Dus dit is een hele leuke vondst, Ben. Deze knoop is van zilver en dateert uit de 18e eeuw. De afbeelding op deze knoop vertelt een verhaal. De karakters die op deze knoop staan afgebeeld zijn Jozef en de vrouw van Potifar. Dit verhaal begint alles bij dat Jozef werd gehaat door zijn broers en zij hem zo verkochten als slaaf. Uiteindelijk belandde Jozef in Egypte en werd hij bediende van Potifar. Potifar was hoveling en bevelhebber van de lijfwacht van de farao. Al snel werd Jozef ook beheerder van alle bezittingen van Potifar. Ook was Jozef een aantrekkelijke man en dit bleef de vrouw van Potifar niet onopgemerkt. Wanneer Potifar van huis was, probeerde zij Jozef te verleiden. Jozef wees dit keer op keer af. Op een moment waren Jozef en de vrouw alleen in de woning en zij probeerden hem nogmaals een keer te verleiden. Jozef wees dit weer af, rende weg en op het laatste moment trok zij van Jozef nog het kleed van zijn lichaam. Uit woede begon zij te schreeuwen en trok alle aandacht van alle andere bedienden in de woning en vertelde het verhaal dat Jozef haar had proberen te verkrachten. Toen Potifar thuis was gekomen, vertelde zij ook dit verhaal dat Jozef haar had geprobeerd te verkrachten. Potifar geloofde dit verhaal en zo werd Jozef voor 10 jaar lang opgesloten in de gevangenis. Ja, super tof. Ja, dit is een goed begin. Ja. Ja, lekker. Top. Lekker hoor. Ja, het is weer prachtig weer. Ja. Dus een beetje wind, maar het zonnetje schijnt. Maar wel een leuke eerste vondst alweer. Ja, zeker. Ja. Het is een goed begin. Mooie knoop. Ja. Ik ben benieuwd naar meer informatie. Dat gaan we ook. Dat gaan we zeker even opzoeken. Even uitzoeken, ja. Want, ja. Leuk. Zeker. Yes. Zo. En die achterkant. Oh. De Leidse sleutels ook nog eens. Er staat ook nog een ander leider op. 1/8. Staat er, joh. Leuk om nog even te vermelden bij dit lakenlood is dat de getallen die hierop staan, staan voor de afmetingen van het stuk textiel. Dit werd uitgedrukt in ellen. 1/1/8 staat voor zo'n 77 centimeter. Dit was de breedtemaat. 45 L staat dus voor om en nabij 31 meter, de lengtemaat. Ja, dit is een hele leuke. Dit is een hele dikke en die Leidse sleutels ook. En hier zo Leiden staat er. Ja. Leiden in Holland of zoiets. Wat staat er nou? Eens kijken. Ah, zie. Ja. Ah, die is dik hoor. Super zeg. Die is. Super. Jij bent goed bezig. Maar ik had ook een signaaltje daar zo. Die ga ik even snel opgraven. Want dat zou ook best wel wat leuks kunnen zijn. Ik hoop voor je dat het een mooie vondst is. Maar ja. Ja. Het is toch gewoon een gouden begin van de dag gewoon. Ja, superleuk. Superleuk. Dus daar heb je geen echt goud voor nodig. Maar dit is ook gewoon goud. Ja. Ja. Ah, die is echt dik. Hey. Mm-hmm. We hebben nog wel wat uurtjes te gaan. Zo. Dus. Mooi man. Ja. Top. Ja, hij rolt. Nou, als ik een salto had kunnen maken, had ik het nu gelijk gedaan. In de sloot ga ik niet springen, maar daar moet nog heel wat voor gebeuren. Maar dit is toch dik. Kijk dan, de volgende vondst. Een stuk van een scheepspasser. Dit is toch dik? Ja. Nou. Nah. Weer een deel van een scheepspasser. 17e eeuw staan, hè? Ja, denk het wel, ja. 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 Nou, jongen. Zo ziet het er wel naar uit. Het zijn al 3 dikke vondsten gewoon. In korte tijd. Ik denk nog ineens een half uur. Dat hebben we vorige week misschien nog ineens in de hele dag van elkaar gekregen. Ja, en zilveren een muntje, ja. En een stukje tinnen lepel met, wat was het, AAF. Maar, uh-huh.
Ja, maar dit gaat alles ten boven gewoon. Hebben we weer wat te doen? Ik ga nog even zo kijken of er niet het andere deel nog ligt. Ja? Ik heb een beetje mijn pinpointer, dus ik denk het niet, maar ja, je weet het niet. Oké. Okay. Ja. Nou, zullen we even kijken, voor de zekerheid? Ik stop deze even eerst. Even kijken. Je hoort niks meer in. Nee, dat valt wel. Nee. Is je nog in de buurt? Nee. Nee. Nou ja, weet je, maakt niet uit. Het is toch weer top voor ons. Nou Ben, de meeste mensen moeten gaan shoppen om een riem te kopen. Ja, maar ik vind er alleen. Maar jij vindt hem gewoon op het land. Kijk, dan dus leer er nog aan. Compleet met gesp. Ja. Zo te zien lijkt dat wel een oude gesp. Ja, het zou niet van vee is het niet. Nee. Dit is echt wel gedragen door een persoon. Dus die ga ik zo thuis even schoonmaken. Ik hoop dat ik er nog wat uit heb. Lijkt een oude gesp hoor, toch wel. Ja. Lijkt een oude. Nou ja, moeten we maar eens eventjes reinigen. Nou, we zijn weer een paar uur verder. En dit is pas weer de eerste leuke vondst die eruit komt. Als het is wat ik denk dat het is. Naar mijn vermoeden is dit een naaldkokertje. Want ik zie hier nog een groef. Zo, net boven mijn duim. Ik denk dat dit bovenste gedeelte, dat het dopje is wat je eraf kan draaien. Daarom denk ik dat het een naaldkokertje is. Misschien zit er zelfs nog wel wat in, maar dat gaan we thuis eventjes rustig bekijken. Maar toch wel een leuke vondst. Ja. Toppie. Dit is best leuk. Alleen jammer dat die kapot is. Maar ik vind dus een mooie pijpenkop. Met de stadsafbeelding van Amsterdam. Hoe gaaf is dat? Super leuk. Maar ja, helaas niet helemaal heel meer, maar toch nog best leuk om dit terug te zien. Dat is best grappig. En het was dus een bijvondst in dit gat en de echte vondst moet ik er nog uithalen. Dus daar gaan we ook even naar kijken. Nou, ik heb hem eruit. Een stuk van een tinnen lepel. Ja, helaas. Maar de bijvondst was wel leuk. De pijpenkop. Die is wel leuk. Ja, die gaat mee. Yes.